Wethouder Gerard Mosfurt op deze maandagmorgen. U heeft net een, uh, een kaart gepresenteerd. Uh, nou, u kunt denk ik zelf best even uitleggen wat er op die kaart staat. Ja, op die kaart staan alle woningbouwprojecten die we de komende jaren hier in Katwijk gaan doen. Uh, binnenstedelijk vooral. Um, om te laten zien waar we mee bezig zijn, welke fase zo'n project nou zit. En vooral ook om te laten zien wat voor soort woningen we gaan realiseren. Um, omdat er veel vragen over zijn bij onze inwoners. Maar ook om te laten zien van jongens, we bouwen echt door. En aan onze kant proberen we er alles aan te doen om dat tempo in die woningmarkt en die woningbouw ook te realiseren. Ja, dus de Katwijker kan eigenlijk op dit moment al op een kaart een beetje in de buurt rondsnuffelen wat gaat waar gebouwd worden. Ja, op www.katwijk.nl/slash wonen kun je dat zien. En um, daar zie je de komende vijf jaar wat we gaan realiseren, omdat we voor de komende vijf jaar een redelijk goed beeld hebben van wat er gaat komen. Maar er zijn nog heel veel meer plannen die na die vijf jaar gerealiseerd uh, gaan worden. En de bedoeling is dat we elke drie maanden een update geven van die kaart, zodat nieuwe plannen of plannen die een fase verder zijn ook uh, op de kaart laten zien. Um, en dat zijn alle bouwplannen met meer dan tien woningen. Dus alle bouwplannen met minder dan tien woningen, die staan niet, nog niet op deze kaart. Uh, dat dat in de toekomst ook gaat gebeuren. U heeft niet alleen een kaart gemaakt, maar binnen de gemeente is er ook wat wat veranderd. Uh, vooral het contact tussen de verschillende bouwbedrijven en de gemeente is, is, is verbeterd. Kunt u daar iets over vertellen? Klopt, ja. Uh, wat we zien is dat we de afgelopen jaren uh, vaak projecten hebben gehad waarin uh, uh, ja, bouwers vaak van het ene uh, Onderdeel van onze gemeente naar de andere onderdeel uh, werden Dankjewel. gestuurd. Ja, een beetje wel. En dat uh, was niet goed. Dat hebben wij aan onze kant uh, verbeterd. Uh, de processen gestroomlijnd, waardoor er één aanspreekpunt is. Veel sneller helderheid komt of iets wel of iets niet kan. Hè, want nee, zeg ik ook altijd maar, is ook een antwoord. Maar dan kun je ook samen het gesprek voeren hoe het dan wel kan. En hoe eerder je dat uh, uh, doet, hoe beter dat is. Omdat je dan sneller die woningen kunt realiseren. En daar zitten we op te wachten met elkaar. 2500 woningen in vijf jaar, waarvan zo'n rond de 1000 op uh, planlocatie Valkenburg, ja. op het voormalig vliegkamp. Is dat voldoende voor de, voor de vraag? Nou, als je kijkt naar uh, de vraag voor de Katwijker op, zich, op zichzelf wel. Alleen het probleem is natuurlijk dat je uh, niet alleen mensen uit Katwijk uh, hier willen wonen, maar ook uh, mensen uit de uh, regio. Uh, en uh, er zijn geen grenzen in, in dat opzicht, want uh, ja, jij mag ook in Noordwijk of in Oesgeest gaan wonen. Alleen uh, wat we proberen is ons steentje bij te dragen, net als alle buurgemeenten dat uh, doen, om uh, gewoon woningen toe te voegen die we gewoon keihard, keihard nodig hebben. Uh, uh, bijvoorbeeld Oostgeest bouwt geen sociale hu huurwoningen tegen de afspraken in. B bent u niet aan het bouwen voor de regio? Nee. Is, uh... nee, want ik heb juist ook met Oostgeest uh, uh, flinke discussies gehad. Maar dat gaat de afgelopen jaren heel veel beter. We hebben een hele goede wethouder die daar uh, in Oostgeest echt werk van maakt. Wij hebben samen met Oostgeest een project, dat heet uh, Frederik Soort zuid uh, dat ligt precies op de grens tussen uh, Oesgeest en Rijnsburg. Uh, en daar bouwt Oesgeest gewoon iets, zelfs iets meer dan 25% sociale uh, huurwoningen uh, in de komende jaren. Dat mag ook wel naar die tijd. Zeker, zeker. Want dat, is echt, dat vind ik ook echt kwalijk, dat dat in de afgelopen jaren niet gebeurd is. Maar dat gaat de, de, de komende jaren wel de goede kant op. Gelukkig. Ja. Um, wat heeft u nog meer nodig? Want u kunt niet uh, als wethouder in uw eentje uh, heel Katwijk volbouwen om alle woningen uh, te realiseren. Dat is logisch. Maar... Wie heeft daar nog meer verantwoordelijkheid in? Nou, ik vind dat er, uh, een aantal uh, partijen daar verantwoordelijkheid in hebben, maar in, in, bovenal ook om die druk op deze regio's, en dan heb ik het dus met name over de hele Randstad eigenlijk, om die af te doen nemen, is het nodig dat ook buiten de Randstad echt woningen worden gebouwd, maar vooral ook dat de verbindingen buiten de Randstad beter worden. Want mensen werken. Veel al in de Randstad en willen dus daar ook graag wonen. Maar als de verbindingen richting de Randstad beter worden, dan willen mensen, zijn mensen ook best bereid om buiten die Randstad te uh, gaan wonen. Hè? Mensen die origineel misschien uit de regio Zwolle Kampen komen, ja, uh, die willen best daar uh, heen terug, als de verbindingen richting de Randstad gewoon uh, beter worden. Dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat de woningmarkt hier verkoelt. En dat de prijzen ook omlaag gaan. Want hoe hoger de vraag is, hoe hoger de prijzen zijn. Ja, en daar kunnen wij niet tegenop bouwen. Dus daar is echt behoefte aan. Ik hoop dat het Rijk ook investeringen gaat doen. Zodat die verbindingen richting het achterland beter worden. Zodat die woningmarkt ook uh, wat verder gaat verkoelen. Uh, maar dat is echt wel uh, toekomstmuziek. En wat wij kunnen doen, en dat doen we dus ook, is bouwen. Voor de vraag uh, in deze hele uh, uh, regio, maar juist ook in Katwijk. En het belangrijkste daarbij is natuurlijk uh, prelocatie Valkorst. En ik hoop dat we in de komende maand daar weer wat uh, nieuws over kunnen melden. Over uh, de voortgang daarop. Ja, u pleit eigenlijk voor een uh, infrastructureel deltaplan? Ja, en uh, volgens mij hebben we een groeifonds. Uh, waar heel veel uh, geld in zit. Uh, en ik zie dat er afgelopen week nieuws over gekomen is. Dat dat vooral investeringen zijn weer in de verlenging van de Noord-Zuidlijn, bij Amsterdam allemaal vast heel erg nodig, maar ik zou het ook heel goed vinden als we wat meer investeringen zouden doen naar de andere provincies, zodat mensen ook bereid zijn om daar te gaan wonen, zodat het hier wat minder druk wordt met de vraag naar woningen. Met zou de heer Dank u wel.